Goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes. Namens het bestuur van IJsselmeer Wobbels en hoofdsponsoren de Ambachtsbakker en Koos Veurnes, heeft u van harte welkom op het rode gedeelte van Sportpark de Westmaat voor de topklasse wedstrijd tussen IJsselmeer Wobbels en Rijnsburgse Boys. Dames en heren, jongens en meisjes, een goedemiddag allemaal. Namens het bestuur van Sportvereniging Spakenburg en onze hoofdsponsor Homburg heet ik u en jullie van harte welkom bij een middag Spakenburg thuis in de ons zo vertrouwde blauwe zone van Sportpark de Westmaat. Vrijwilligers zijn belangrijk voor de voetbalverenigingen. Zo besteden we enige tijd geleden aandacht aan de vierde man en spraken met de wedstrijdfunctionaris aan de blauwe kant van de Westmaat. Nu aandacht voor de speaker, de omroeper. We zien hier Gert van Dijk in actie. En in dit item kiezen we ervoor om te praten met Kees Bos, die het doet in de rode microfoon. Nou, ik ben dus Kees Bos. Ik ben sinds 2008 omroeper. Nou, daar komt op zich best wel een stukje voorbereiding bij kijken. Nou, dat houdt in dat je de opstelling even goed doorneemt. Vooral bij de tegenstander. Op het moment dat er wat lastige namen tussen zitten, die spreek je toch voor jezelf eerst even een keer of drie uit. Voordat je daadwerkelijk de opstelling moet gaan doen. Nou ja, verder ben je gewoon druk met de pupil van de week, het wedstrijdprogramma. Dat je dat in de rust gewoon op kan dreunen met de tussenstanden. Nou, mijn collega Hans Loef, die doet de muziek. Die bepaalt veelal ook gewoon echt wat er gedraaid wordt. Met sommige wedstrijden, zoals een derby of avondwedstrijden met veel publiek. Ja, dan pakken we toch vaak de echte voetbalklassiekers. Ja, ik denk dat dat een belangrijk gedeelte is van het stadion speaker. Hè? Ik moet eerlijk zeggen, je bedient ook het scorebord. Het is wel eens leuk om voordat de wedstrijd begint hem op 4 of 5-0 te zetten. Maar dat is dan gewoon vooral als een lolletje. Twee weken terug was het scorebed afstandsbedieningje dus kwijt. Bleek dat het team wat ervoor afstandsbedieningje had, die hadden hem kwijtgemaakt. Was dus onvindbaar, een wedstrijd zonder scorebord dus. Nou, vind ik het persoonlijk vrij amateuristisch overkomen. Inmiddels zijn er dus ook twee nieuwe besteld en vandaag doet hij het weer. In de goal nummer 1, Martijn van Strien. Speler nummer 2, Jasper Bolland. Nummer 3, Wilco Krim. Dan de opstelling van Spakenburg. Die luidt als volgt. Nummer 1 in het doel, Sven Tabarima. 2, Richard Rademaker. 5, Robert Verschragen. 7, Selma Matskiel. Wat natuurlijk ook belangrijker is als stadionspeaker is dat je je emoties onder controle houdt. Je bent natuurlijk een echte rooie. Zo had ik twee seizoenen terug in de strijd om de zaterdagtitel. Speelden we tegen Rijnsburgse Boys. Toen deden spelers van Rijnsburg bij een voorsprong van de Uien ontzettend lang erover om zichzelf te laten wisselen. Nou, dat kon ik het toch niet laten om aan te geven van joh, de speler heeft eindelijk het veld verlaten. Nou, dat werd me niet in dank afgenomen door vooral de supporters van Rijnsburgse Boys. Nou, dat zijn leuke dingen die er eigenlijk ook wel bij horen. De stadionspeaker van Rijnsburgse Boys, ook een hele aardige kerel. We hebben toen in die kampioenscompetitie het zo gedaan dat ik bij Rijnsburg onze eigen opstelling deed en hij hier de opstelling van Rijnsburg. Ja, je komt gewoon wel veel, je komt in de bestuurskamers en dergelijke. Nou ja, verder ben ik naast de stadionspeaker ook nog de verslaggever. Ik schrijf voorbeschouwingen. Dus ja, je zit wel echt in het wereldje. Je kent veel jongens en dat is gewoon superleuk. Ik heb het ook ontzettend naar mijn zin als speaker en verslaggever. Ik heb ook al jaren gedaan. Dit is mijn derde jaar dan als speaker. En ik schrijf al 7 jaar. En na dit seizoen ga ik er alleen wel mee ophouden. Dan ga ik de dames 1 van IJsselmeerwogels volledig onder mijn hoede nemen. En ook daar haal ik heel veel plezier uit. En ook daar heb ik heel veel zin in. En de 12e man in dit opstellingsverhaal, dat zijn wij allemaal. Rest mij nog iedereen nog hartstikke leuk en vooral sportieve welkom te wensen. Rest mij u allen een plezierig, aantrekkelijke en sportieve wedstrijd toe te wensen.